Yes, Tribe. Welkom bij de podcast van Saints and Stars. Ik ben Roberto Da Costa en samen met experts, ondernemers en influencers duik ik in de wereld van Next Level Health en Fitness. Om jou te motiveren en inspireren. Dit is Star Talks. Vroege ochtenden zijn voor haar eerder een regel dan een uitzondering. En de positieve effecten daarvan weet zij als geen ander onder woorden te brengen in haar eigen boek Dear Good Morning. En haar social media kanalen. Ze dus is energiek. Je kunt haar kennen als ochtendgekkie. Vandaag leren we meer van. Linke de Jong! Ho, 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 ho! Woep woep. Goedemorgen. Goedemorgen. Dear good morning. <laughs> Jazeker. Jij bent er zeker een hele dag op zitten eigenlijk. <laughs> ik mag alweer bijna naar bed. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, ik heb dus echt al een paar uur lekker mijn ochtendroutine gedaan. Dus uh, ik voel me goed. Ja, wat was je ochtendroutine? Deze ochtend gaf ik een virtuele live les aan mijn community. En die was om zes uur. Dus vanmorgen van zes tot half zeven gaf ik vanuit huis aan mijn communityleden een krachtlesworkout. En daarna ben ik zelf naar de sportschool gegaan. Wat heb je zelf even getraind? Wat heb je ja. getraind? Uh, upper body, 40 minuutjes. Gewoon heel chill eigenlijk. Lekker. Ja, dat was fijn. Ja, nou oké. Okay. Dus uh, hoe laat ging je wekken? Um, om half zes. Mijn ook. Oh. Half zeven, half acht en half negen les gegeven. Oh, ik dacht je. Ja. Ik dacht ah. even dat je ging zeggen. En toen tot half zeven slapen, toen tot half acht slapen. Oké, okay, dus jij hebt ook echt al een ochtendroutine. Ja. ja. Dus eigenlijk, wij als twee succesvolle mensen. Ze zeggen altijd namelijk dat de meest succesvolle mensen rond vijf uur opstaan. Ja, ik vind, ik vind dat altijd wel. Ze zeggen altijd vijf uur een soort van uh, het moment. Ik geloof er vooral in dat je gewoon echt een ochtendmoment voor jezelf mag creëren. En ik zeg altijd: de ochtend duurt tot twaalf uur. Dus voor mij gaat het er niet om uh, hoe vroeg je opstaat, maar vooral hoe je je ochtend indeelt. Dus ja, vijf uur doe ik ook niet. <laughs> nee, ja, eerlijk is eerlijk. Ja. ja. En um, ja, als je zo vroeg opstaat natuurlijk, ga je ook vroeg naar bed? Ja, ja. Ik merk wel echt verschil tussen de zomer en tussen de winter. In de zomertijd hebben de meeste mensen ook gewoon minder uur slaap nodig. Dus ik ook. En ik neem het er ook wel gewoon van nu het wat lekker weer is. Uh, maar ik het, bijvoorbeeld in de winter lig ik echt wel om negen uur in bed. Maar heb je dan ja. niet het gevoel dat je van alles mist? Nee, op het begin wel. Dacht ik wel. Maar op een gegeven moment verandert zo je leven en, en uh, ook gewoon je sociale contacten die gaan ook meer naar de ochtend. Dus nee, dat idee heb ik niet meer. Nee. Ja, Oké, okay, je zegt met sociale contacten. Ben je niet ook veel sociale contacten kwijt door je vroege habits? Ja, ja. We zijn nu wel negen jaar verder dat ik al Dear Good Morning doe uh, en heb. Uh, maar ja, er is wel erg veel verandering geweest in mijn vriendschappen. Want uh, vroeger, ik begon als student een beetje. Uh, ik was eindejaarsstudent en ik begon al een beetje als producer te werken. En toen ging ik die ochtend uitproberen. En op een gegeven moment beviel dat zo goed. dat Ik dacht, hier wil ik gewoon meer mee doen. En toen merkte ik wel aan vrienden van, oh, wacht eens even. Wij deden eigenlijk alles, alles in de avond. Spelletjes spelen naar de kroeg. Uh, sporten Ja, met elkaar afspreken als in de avond. En ik gaf dan wat vaker aan van, nou, ik wil toch liever. Wat vroeger naar bed of uh, deze avond even niet. Ik wil uh, gewoon even chillen, want ik wil morgenochtend weer alles, alles pakken. Ja, dan merk je wel dat sommige vrienden me dan niet meer uitnodigen. Of dachten, ja, het verwaterde wat. Um, dus ja, door de jaren heen heb ik wel een hele nieuwe sociale omgeving om me, om me heen gecreëerd. Ja. En ook vrienden kwijtgeraakt. Zeker. Ja, ik moet zeggen, de, dat is echt nu een keer heel enthousiast, maar dat is natuurlijk <laughs> wel helemaal met ups en downs geweest. Uh, maar, maar ik heb nu. Mijn vrienden die ken ik ook nog niet zo nu enkele jaren. Echt mijn beste vrienden ken ik nu denk ik, drie, vier jaar. En dat zijn net zoals ik echt ochtendgekkies geworden. Ja, ja. En, en, en ik bedoel, dan is het elke keer... Elk, dus je doet dit gewoon zeven dagen in de week. Je hebt niet een keertje dat in het weekend van... Oh, ik ga wel <laughs> even lekker gewoon van God los. Ja, tuurlijk. Maar dat vind ik ook heel erg belangrijk. Mensen denken heel vaak... Als je zo'n ochtend bent, want zo noem ik mijn community, zo noem ik mezelf, dat je dan nooit meer mag feesten of dat je niet alcohol mag drinken, dat je nooit meer mag snoezen, dat denk ik er niets meer mag. En dan denk ik, ja, maar dat is niet waar ik voor sta. Ik sta er alleen voor, pak die ochtend voor jezelf, maar balans is ook belangrijk. Dus als ik een feestje heb of ik heb in de avond ook wel eens een lekker etentje, dat doe ik ook gewoon. Ik leef ook, maar ik weet ook hoe belangrijk die ochtend voor mij is. Dus daar kan ik inmiddels heel goed, zeg maar, balans in vinden. Maar dat, ja. Ik doe het nu negen jaar, dus voor mij is het nu heel makkelijk om daar balans in te vinden. Maar als je hiermee begint, kan ik me wel voorstellen dat je denkt. oké, okay, help, hoe moet ik dit aanpakken? Ik wil een feestje, maar ik wil ook s ochtends vroeg opstaan. Ja, je kan niet elke keer beide doen. Dus ja, dat is echt een, wel een beetje een zoektocht. Maar uiteindelijk geloof ik er wel in dat iedereen dit kan. Beestring voor jezelf? Nee, vind ik niet. Nee, ja, ik ben wel. Ik ben heel. Um... Competitief, ik wil alles uit trainingen halen. Ik wil altijd de beste zijn. Uh, met spelletjes wil ik bijvoorbeeld ook altijd winnen. Dus op die manier ben ik wel heel streng. Als een training even niet goed gaat. Of ik haal bijvoorbeeld het aantal sets niet wat ik de week ervoor heb gehaald, kan ik wel heel boos op mezelf zijn. Maar ik ben niet streng in. Uh, ik moet per se om zes uur uit bed, of ik moet per se om negen uur uh, gaan slapen. Dus op die manier niet. Maar qua sport kan ik wel. Uh, kan ik wel heel pittig zijn, fanatiek zijn. Oh ja, heel. Ja, ja. ik ben ook een slechte verliezer. Met Mij wil je <laughs> geen monopolie spelen, of dat soort nee, dingen. Nee, nee. Want ik ben dan bank. <laughs> ik doe alleen mee als ik bang ben, en dan belaas ik ook nog een heleboel. Oh, hoe reageer jij dan als je verliest, of? Uh... Nou, hangt er vanaf met wie ik ben, maar ben ik met alleen met bekenden, ja, dan word ik daar word ik echt soort van nee, dan ga ik mensen de schuld geven, ook dat die val spelen. Ja, ja, ja. <laughs> Terwijl ik er dan gewoon ben, maar ik, ik ben gewoon een hele slechte verliezer. Echt. Ja. Wacht. Maar met sport ook of dat? Uh, ja, met sport, kijk, ik, uh, ja, ik heb op hoog niveau heb ik, uh, heb ik ook karate gedaan, oh, okay. voetbal gedaan. En uh, later toen uh, heb ik een eigenlijk dansteam, uh, hebben toen zeg maar ontwikkeld en of, of, gecreëerd. En daar zijn we drie keer wereldkampioen mee geworden. Wauw. Maar toen waren we de, de derde keer waren we het wereldkampioen geworden. En toen gingen we het jaar erop weer en toen pakten we de zilveren plak. Nou, Oei. ik was ver... Ja, ik, snap ik dacht, het. ik heb drie keer goud. Hoezo goud ik nu opeens van zilver? Dus ja. die zilver ben ik altijd soort van vergeten. Terwijl het ook gewoon heel goed was. Tuurlijk, tuurlijk. Maar alleen, ik ging altijd voor goud. Altijd voor alles. Met ja, alles. Ik vind het wel een mooie mindset. Ja. Zolang we ook wel mogen uh, accepteren dat zilver ook, super ook goed is. Precies. Maar, ja. Nee, ik snap het helemaal. Ja. En, en, maar vind jij de afleiding dan niet moeilijk? I afleiding in de zin van... Alleen... Ik ben heel erg blij dat ik altijd voor mezelf heb gekozen. Want ik kon vroeger dan wel eens met vrienden naar feestjes gaan. En dan kon ik op een gegeven moment om twee uur of om drie uur denken, nou eigenlijk wil ik nu wel naar huis. Maar dan was de reactie weer, oh, Linke gaat weer als eerste. Ja, natuurlijk. En dan kon ik wel denken: oh nee, maar ik wil niet dat ze dat denken. En ik wil niet altijd de eerste zijn die dan naar huis toe gaat. Ik wil vooral niet zij zijn. Dus dan bleef ik voor een ander. En misschien is het nu ook wat de leeftijd. Ik ben nu 32. Ik Durf ik wat meer voor mezelf op te komen. En ik weet dat ik uiteindelijk blijer word van voor mezelf kiezen. Dus ik denk nu niet sneller een soort van fears of missing out. Ik denk nu alleen maar nee, ik ben blij dat ik voor mezelf kies. En uh, dit is wat ik wil. Dus nee, ik ben niet bang dat ik dingen mis. Omdat ik echt doe wat ik wil. Ja, dat ja. is belangrijk. Absoluut. Ja. Want wat brengt, wat brengt vroeg opstaan jou dan? Ja, heel eerlijk. Vroeg opstaan brengt me eigenlijk gewoon veel meer dan ik ooit had durven denken of durven dromen. Het maakt me gelukkiger. Het maakt me letterlijk succesvoller. Het is mijn werk. Um, ik voel me vooral mentaal zoveel krachtiger. Gewoon het idee dat je opstaat voor jezelf in plaats van voor de maatschappij. Dus ik sta op omdat ik het wil en dan weten we dat heel veel mensen nog slapen, maar ik werk al aan mijn eigen fit ik om mezelf succesvoller te maken, om alles uit de dag te halen. En dat gevoel geeft me al zoveel motivatie dat ik denk, wauw. Ja, ik mag er gewoon weer voor gaan. En ook gewoon even het gevoel dat het me is gelukt om dan weer bijvoorbeeld te gaan sporten of überhaupt uit bed te komen, dat is, is zo'n mooi gevoel. Dat is soms ook wel heel lastig te omschrijven, totdat je het zelf gaat ervaren. Dus ik denk vooral het stukje voor jezelf kiezen en daar de dag mee starten. Ja, maar kijk, voor jou is het, ik denk, dat op zich wat makkelijker, want dit is jouw leven. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld iemand die, een, weet je, een vrij heeft, die in een horeca werkt bijvoorbeeld, ja. tot bij wijze van uh, 11, 12 uur schoonmaken, hup, dan naar huis en dan pas gaat slapen. Maar die eigenlijk ook een beetje dat stukje van jou wilt. Ja. Wat voor advies heb je daarvoor? Ja, nou ja, ik zei het zo straks ook al, de ochtend duurt dat 12 uur. En ik heb ook heel vaak voorbeelden met mensen die uh, nachtdiensten draaien, bijvoorbeeld ja. ziekenhuizen. Hun ochtend kan ook om drie uur s middags beginnen, omdat ja. zij, als ze om acht uur 's ochtends thuiskomen gaan zij slapen en zodra je wakker wordt begint je ochtendroutine. Precies. Dus het is vooral meer dat je gewoon een routine voor jezelf creëert. Uh, dus ook voor horeca mensen als jij dan een pas om vier uur vijf uur naar bed toe gaat en dan slaap je gewoon hoeveel uur jij denkt nodig te hebben en dan begin je dus eerst voor jezelf. Dus het gaat vooral om zodra je wakker wordt dat je dat moment pakt En alles eruit haalt. Dus eigenlijk gewoon je timeshift van wanneer je, je verschuift hem gewoon. Ja, ja. Ik denk dat dat het beste is. Sowieso is het al super knap, want de mens is eigenlijk niet gemaakt voor onregelmatige diensten of vooral nachtdiensten. Dus dat is al een beetje af. Maar uh, dan is het juist heel erg belangrijk om wel een bepaald ritme, routine voor jezelf te creëren. Ja. Hoe ben je nou eigenlijk erop gekomen om dit te gaan doen? <laughs> dit hoe, te doen? Hoe ben je erop gekomen om zo vroeg op te gaan staan? Ja, nou de grap is eigenlijk dat ik echt de grootste ochtendhater was die er was. En uh, mijn ouders moeten nog steeds super vak lachen. Gewoon uh, van Lien, besef even dat jij nu uh, een uh, onderneming hebt op de vroege morgen. Maar ik werkte op een gegeven moment als producer bij, bij Animal Shine. Dus dat is een van de grootste tv-bedrijven van Nederland. Mm -hmm. Uh, was echt mijn droombaan. Ik studeerde daar ook voor. Het was een hele drukke baan. Veel reizen, veel buitenlandse producties. En toen merkte ik eigenlijk, wauw, het is letterlijk opstaan. Gelijk in calls, mailtjes beantwoorden. En uh, ik was eigenlijk alleen maar aan het werk. En hoe leuk ik het ook vond. Ik dacht, wel, ik mis wel echt tijd voor mezelf. En dan in de avond toch maar weer snel met vrienden afspreken. Weinig slapen. En zo ging dat gewoon maar door. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik mis gewoon een beetje uh, die kracht. Lekker heeft dat sporten moment voor mezelf. En mijn ouders zijn eigenlijk altijd ochtendmensen geweest. En die werkten ook fulltime. En als ik dan uit bed rolde toen ik nog thuis woonde. was mijn vader al uh, klaar met hardlopen. En mijn moeder met tuinieren. En uh, ik keek vroeger altijd op Winfrey. En die zei ook altijd. Uh, dat ze dankzij de ochtend. Uh, nou, zo'n succesvolle vrouw was geworden. Dus eigenlijk een beetje die drie verhalen hebben, denk ik, maar een beetje onbewust beïnvloed. dat ik een keer in april 2014 dacht: oké, okay, ik ben nu zo druk fuck it, ik wil gewoon verandering. Ik ga gewoon één keertje vroeg opstaan en ik ga gewoon kijken hoe dat is. En uh, gelukkig is het goed uitgepakt, anders zit ik hier niet. Maar dat gevoel dat ik gewoon even een moment voor mezelf had... en ik kwam ook echt aan op, het, uh, op werk, van wow, bring it on. Weet je, wat moet er gebeuren? Ik voelde me veel productiever, veel creatiever. En toen dacht ik, nou, dit gevoel wil ik echt gaan onderzoeken. Ja. Nou. En toen wel met heel veel... Uh, af en toe dacht ik, stop ermee. Wat is die ochtend vreselijk. Tot aan, ik ga het toch maar weer doen. En eigenlijk na een jaar dacht ik, ja, die ochtend die, die gaat mij zoveel geven. Ik wil mezelf motiveren. En toen ben ik eigenlijk een hele simpele blog begonnen. En dat heette toen al Dear Good Morning. Gewoon verhalen over wat ik ochtends deed en wat het me bracht. En elke ochtend ben ik om zeven uur een selfie gaan plaatsen op Instagram. Gewoon van, voor mezelf. Dit is het moment om er te zijn, het liefst vanuit de sportschool... En op een gegeven moment gingen eigenlijk onbekende mensen daarop reageren. Van, wauw, wat inspirerend. En heb je dan tips? En wat doe je in de sportschool? Ja, toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel, wel tof. Misschien kan ik hier wel iets mee doen. Uh, het geeft mij heel veel energie. En ik merk dat andere mensen er ook goed op gaan. Dus toen uh, ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken. Van, nou, wat is leuk om te delen? En wat vind ik vooral leuk? Eigenlijk een beetje vanuit een hobby is het gaan rollen. Totdat het zo groot werd en ik er zoveel energie van kreeg. Ik dacht, ja, dit is... Dit is mijn leven, dit is, dit is mijn missie. Ik wil hier echt iets mee gaan doen. En uh, ja. Want wat is dan het verschil in energie? Mm -hmm. Van voor Dear Good Morning en mm -hmm. nu Dear Good Morning? Ja. Nou, ik ben wel altijd al een positief persoon geweest. Dus ik heb niet een mooi verhaal uh, van... nou, eerst was ik helemaal verdrietig... en nu ben ik de gelukkigste persoon op aarde. Maar als ik nu kijk, dankzij die ochtendroutine... voel ik... Veel meer wat ik uit het leven wil halen. Of dan kan je veel meer uit het leven halen. Dus over de dag haal ik er veel meer uit. En ik denk vooral het grootste verschil is hoe krachtiger ik me voel. Dat ik echt voel: alles maar wat je wil bereiken, kan je bereiken. Door die ochtend gewoon zo energiek te pakken. En dat gevoel is denk ik voor mij de drijf om door te gaan. Want elke ochtend, als ik dan dit heb gedaan, het stukje sporten, het moment van mezelf, dat ik echt denk, wauw. Alles is mogelijk en alles kan. En dan vooral die mentale kracht wat je erbij krijgt. Dat is denk ik echt het grootste verschil. Ja. Hmm, Oké. Okay. Kijk, je hebt, mij, je hebt mij al. Het enige ding waar ik mee zit... Het snoezen. Ik hem oh, okay. kapot. Als mijn... Mijn wekker ging vanochtend om half zes. Ja. Nee, ik jok. Ja. Om vijf voor half zes, want ik moet de hond uitlaten. Oeh. Dus vijf voor half, half, ja. vijf over half, tien over half. elke Ik verzet hem ah. elke keer met de vijf minuten. Maar is het gewoon... Uh, waarom doe je dat? Ja, omdat ik zoiets heb van... Oké, okay, wacht, ik pak die extra vijf minuten nog even. Ik pak die extra ah, okay. vijf minuten. Ik ben, ja. Maar als ik eenmaal wakker ben... Als ik eenmaal aan ben, dan loop ik wel gewoon... Oké, okay, ik op en dan ben ik weg. Maar wat is jouw tip tegen het snoezen? Want ik snoes me kapot. <laughs> ja. Ben jij een snoezer? Ja, en ik kan er ook zeker van genieten. Dus nu doe ik snoezen bijvoorbeeld op een zondag als beloning. Eh, snoezen is gewoon super lekker, maar het is ook gewoon een van de slechtste gewoontes die we hebben. Ja. Het is zo onbewust dat we op die snoesbutton klikken. Maar op een gegeven moment, in 2015, 2016, ben ik met slaapwetenschappers gaan samenwerken. Want ik dacht: oké, okay, we moeten ook met z'n allen beter gaan slapen. Want anders worden we ook nooit een ochtendgekkie. En die hebben mij toen zo aangeleerd hoe ongezond snoezen eigenlijk is. Want nee. zodra je wakker wordt. Ben je gewoon wakker? Ben je gewoon klaar voor de dag? En iedere keer als jij dan op die snoozebutton klikt, denkt jouw lichaam, oh, wacht eens even, ik mag toch weer gaan slapen. Die gaat dan weer in het slaapproces. En dan word je na 8-9 minuten word je weer wakker gemaakt en dan schrikt je lichaam weer wakker. Dus je verstoort letterlijk je hele slaaproutine. Als je dit extreem doet, maar dan is het echt in extreem, 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 ja. kan op een gegeven moment je lichaam ook denken, ja, ik, ik weet gewoon niet het verschil tussen nu wakker worden en herstellen, want hij slaap ben je aan het herstellen. Dat kan gewoon letterlijk ook gewoon voor problemen zorgen in je hele immuunsysteem. Dus als je beseft hoe ongezond het eigenlijk is, je verstoort eigenlijk je slaapritme ermee. Het beseft dat je meer moe wakker wordt na al die keren snoezen, want dat is nu eenmaal zo. Mm -hmm. En je haalt ook niet meer slaap in. Dat dit is zo kort, het is meer een stukje luieren. Maar ja, dat tijd, die tijd daar kan je ook zo goed benutten aan gewoon iets voor jezelf. Dus toen ik zo besefte hoe ongezond het eigenlijk was. en jezelf meer moe maakte. dacht ik echt: oh, wat zonde. Ja, ik moet het gewoon afleren. En toen ben ik dat echt gaan afleren. met de 15-seconden-regel. dat ik echt tegen mezelf zei: oké, okay, ik ga hardop aftellen. van 15 naar 0. en dan moet ik gewoon uit bed staan. En dat zorgde er gewoon echt voor dat ik mijn lichaam activeerde. en ook gelijk een soort van. de eerste challenge die ik al had gedaan. want ik ben heel erg van challenges. die ja. ik ook kan afvinken. En, uh, en dat hielp mij zo goed dat ik echt dacht: ja, dat snoes moet ik gewoon niet meer doen. het is zo, het is zo zonde. Hè? Ja, het dus, klopt ja. wat je zegt, inderdaad. Want inderdaad, als ik snoes, dan denk ik: oh, nog even. Toek, ja. En dan ben ik weer van, oh, dan word ik wat van de wakker. Ja, ja. Het, is, het, is inderdaad, het breekt inderdaad wel je ritme. Ja. ja, en het is gewoon letterlijk een, een, een ik denk echt een automatisch, automatische handeling wat we doen. Oké, okay, dus die 15 seconden regel. Ik ga hem gewoon meteen inlassen. Ja, Dus als ja, dus je gaat gaat meteen wakker worden, boem ja, klaar. Ja. Opstaan, hond uitlaten, let's go. Ja, maar en als dat al lukt, ja, dan krijg je gelijk als euforie van: wow, ik, ik heb het gewoon gedaan, Wat the fuck, hé. Gisteren van de week lag ik nog op bed en nu is het me gewoon gelukt. En dat gevoel, dat maakt mij al heel blij dat andere mensen dat doen, maar je, je maakt jezelf en je lichaam ook gewoon veel blijer. Dus ja, waarom zou je jezelf dat niet geven? Nou, heb je dan ook een tip bijvoorbeeld van: kijk, ik ben een hele moeilijke slaper. Okay. Dat weet ik van mezelf. En um, ja, ik, ik bijvoorbeeld, ik heb, in mijn, ik heb mezelf aangeleerd: mm -hmm. met tv aan Dan kan ik het tot mijn rust komen. Oké. Okay. Dus wat heb ik, dat had ik ervoor. Mm -hmm. En dan kon ik echt in slaap vallen voor de tv. Want dat had ik nodig. Nu doe ik oortjes in en dan luister ik een podcast of whatever. En dan val ik in slaap. Maar ik heb een soort idee dat ik geluid nodig heb om in slaap te vallen. Ja. Wat is. Wat voor tips zou je mij kunnen geven of, of een van de kijkers of luisteraars voor een goede nachtrust? Ja, slaap is sowieso, denk ik, een van de moeilijkste dingen die er is, maar ook de allerbelangrijkste uh, die we nodig hebben, überhaupt, voor onze gezondheid. Ik denk vooral dat we slaap ook kunnen verbeteren door letterlijk te kijken naar de routines die je hebt. En voor jou is dat heel erg duidelijk. Ik heb gewoon geluid nodig om in slaap te kunnen vallen. En. Het idee, denk ik, dat je daar dan niet zonder mee kan... dat geeft misschien al stress of ik moet naar iets luisteren. Dus eigenlijk is het letterlijk gewoon patronen doorbreken... om daar vanaf te komen, want het is juist veel beter... om in alle rust in slaap te kunnen vallen. Dus ik zou juist uh, al helemaal stoppen met tv natuurlijk... want dat is blauw licht, dat maakt je alleen maar meer wakker. Dat heb ik meegestopt. Ja, dat is al top. Kijk, en als een podcast voor jou helpt, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Alleen mensen worden heel vaak afhankelijk van... Gadgets of spullen die ze nodig hebben. Dus ik zou juist helemaal kijken naar, naar de basis van: oké, okay, hoe ziet mijn slaapkamer eruit? Zo donker mogelijk. Dat het liefst ik. echt zo lekker koel cool mogelijk. Ja. En dan voornamelijk al twee uur van tevoren gewoon niet meer werken. Het liefst schemerlampen. We dus halen helemaal niet in felle lampen. Echt een jezelf klaar om te gaan slapen. En hoe meer jij. Kijkt hoe kan ik het op een natuurlijke manier doen? Dus hoe, uh, hoe doet de natuur dat? Nou, de, de schemer komt aan. Iedereen wordt wat rustiger. We worden wat kalmer. En dan ga je lekker slapen. Dus hoe kan je jezelf zo rustig mogelijk maken. om te gaan slapen? Um, heel cliché. Uh, ik kon altijd nog last minute even mailtjes versturen. en ook druk zijn. En dan dacht ik: oké, okay, maar nu wil ik slapen. Ik kan nu ook echt. Even een soort van de dag met mezelf doornemen van waar ben ik soort van dankbaar voor. Zodat je heel vredig gaat slapen. En dat zijn wel van die kleine dingen die heel erg kunnen helpen. En ik denk vooral de eerste stap, ga niet, ga niet over slaapstressen. Ga helemaal niet uitrekenen. Oh, ik kan nog maar zeven uur slapen. Of ik moet nu slapen. laatste weken lukt slapen mij ook even iets minder. En dan kan ik ook even helemaal van shit. Ik moet goed slapen, want ik moet weer sporten. Het is nu belangrijk. En Denk oh nee loslaten is belangrijk, dus laat eerst even los dat het niet goed gaat, accepteer het en vanuit daar kijken welke kleine dingen kan ik doen om zo rustig mogelijk te slapen en op zo'n natuurmogelijke manier. Ja. Maar dat heb ik een mooie. Ja. <laughs> ja, dus ik moet even eigenlijk dingen loslaten. Nee, Oké, okay, ik heb al één ding losgelaten, dat is de tv. Ja, super. Dus dan mijn oortjes moet ik daar ook een soort van loslaten, wat ik nu ook heb. Ik zeg maar, ik heb een ventilator. En dat, 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 dat geluid, het is een soort zoemend geluid. Het oh. geeft een heel rustgevend oh, Je bent geluid. net zo'n baby. Zo'n baby luistert ook altijd naar stofzuigers en dit soort oh, dingen. Ja, maar dat is het echt. Die white noise inderdaad. Ja. Um, het ding is gewoon, ik slaap ook het best in een auto. Hangt er dan moet wel een van mijn beste vrienden rijden, want ja. ik vertrouw niemand. Ja. Maar als ik bij hem in de auto zit, knokkie, direct. Maakt niet uit hoe laat het is. Oh, wat grappig. Dus ik heb altijd een soort van... Iets zoemends of een soort van licht op de achtergrond en geluid nodig. En dat maakt mij rustig. Ja. Ook met name omdat ik um, ook tot laat lesgeef, soms op maandag tot half tien. Ja. En dan gaat mijn wekker de dag daarna al om kwart voor zes. Dus ik ben ja. om half tien klaar met lesgeven, ik ga naar huis, ben ik ben nog helemaal druk, bah, helemaal hyper-hyper ja. in mijn hoofd. Dan moet ik mezelf een soort van kalmeren om dan de volgende dag ook alweer scherp te zijn. Ja. Dus ik Probeer van alles en nog wat om mezelf rustig te krijgen, maar dat lukt me niet. Maar ja. ik denk dat het me wel gaat lukken met je tip door in ieder geval eerder de tv uit te doen. Mm -hmm. En dan gewoon meer te acclimatiseren en het moment even te pakken. Ja, maar ik snap ook helemaal wat jij zegt als je s'avonds zo laat nog werkt. Nou, ik weet natuurlijk hoe Saints and Stars eruit ziet met het lesgeven. Dat is gewoon letterlijk een feestje. Ja. En jij gaat dan letterlijk van het feestje naar je bed. Precies. Ja, dat is een hele grote over overgang. Dus ja, kleine dingetjes, maar dit is natuurlijk wel uh, een hele uitdaging voor jou. En wat is jouw vaste ochtendritueel? Ja, voor mij is dat, uh, nou het liefst dat ik om kwart voor zes, dat heb ik het allerliefst. Dat ik dan, want dan word ik uit mezelf wakker, kwart voor zes eruit, binnen 15 seconden. Ik ga tanden poetsen, ik doe mijn sportkleding aan en ik ga gelijk naar de sportschool. Ik ga gelijk rammen, ik moet echt zweten, knallen, alles eruit halen, helemaal doorweekt. Dan ga ik nu meestal in mijn ijsbad. Ik heb mijn eigen ijsbad. En dan drink ik nog een koffietje. En dan ga ik naar huis. Dan ga ik douchen, lekker ontbijten. En af en toe, ik zou dat vaker mogen doen, ga ik journalen. Dus schrijven. En dan ga ik lekker kletsen in mijn community. Want ik heb een eigen community. En dan begin ik ja, eigenlijk aan mijn werk. Aan mijn dag. Oké, okay, dus waar sfeer jij bij in de ochtend? Echt een knallende workout. Echt, echt keihard gaan. Ja. Wauw. Ik heb zoveel respect zo, voor mensen die dat ochtends <laughs> kunnen. Want ik kan dat echt niet. Ik kan niet ochtends vroeg opstaan, boem en knallen en ah. meteen zweten. Ik, kan, ik moet echt een soort van aangewakkerd worden met het systeem. Ja. En dan pas kan ik knallen. Het is rond een uurtje of tien, elf, dat is op zijn vroegst, dat ik het lekker train. Maar ja. dat jij nu al zegt: Hoe, want hoe laat sta je op? Kwart voor zes dan. En hoe ja. laat ga je trainen? Zes uur. Hoe ja. Dan? Ja. Ja, dat is ook. Ik denk, ik, ik heb het mezelf zo aangeleerd. En ik probeer dan nu ook wel eens heel af en toe wat later als dus eerst gaan ontbijten. En dan merk ik bijvoorbeeld wel met een hele lange run. Dat ik merk, oh ja, ik kan wel beter hardlopen als ik eh, eerst even heb ontbeten. Dus dan ga ik bijvoorbeeld eerst even wandelen of doe mee met een yogalesje. Maar nee, je maakt me toch echt het meest blij met echt een hele goede, knallende workout van vroege morgen. En ja, wow. daar krijg ik zo'n boost van. Ja ja, maar je bent ook meteen aan. Je systeem ja, staat meteen aan. Ja, ik sta gelijk aan. Het voelt echt als een overwinning. Ik voel me krachtig en dus loop ik weer helemaal bezweet door Amsterdam en denk <laughs> ik: oh, mensen, kijk naar mij. Ik heb wel lekker gesport. Ja, dat voelt echt. Dat is echt het beste gevoel wat er is. Eet je ook voor je workout dan? Nee, nee. En dat ik zeg ik altijd: het werkt voor iedereen anders. Ja. Voor mij werkt het gewoon goed op een nuchtere maag, uh, maar neem dat, dat natuurlijk nooit klakloos over. Maar ik sport uh, op een nuchtere maag. Ja. Dus krachttraining, gewoon volle bak op nuchtere maat. Ja. ja. Wauw. Wow. Ja. Oké, okay, ja, dat kan ik dus echt niet. Nee, ja, dat kan ik <laughs> me ook heel goed voorstellen. Ja. Ja. En misschien, als ik het een keer wel doe... dat ik dan één keer nog meer PR's haal. Dus misschien is het proberen waard. Maar ja. dat is voor mij uh, een goede manier. Want hoe ja. belangrijk is sport voor jou? Ja, denk ik net zo belangrijk als de ochtend. Ja, vooral uh, hoe, hoe sterk ik me voel. En ik merk nu dat ik me steeds sterker voel. Dat ik... Vier jaar geleden dacht ik dat ik nooit meer kon hardlopen, want ik had al jarenlange kniebesturen. Daar had ik altijd last van. En ik had het een soort van een beetje opgegeven. Ik had allemaal fiches geprobeerd. Ik dacht, nou ja, dan is het maar zo. En uh, op een gegeven moment kwam ik bij een andere fysio En die zei: Ik denk dat jij prima kan hardlopen. Dat legde gewoon echt aan dat jij andere spieren moet gaan trainen. Je moet gewoon goede behandelingen krijgen. Nou, na een klein jaartje kon ik gewoon weer hardlopen. En nu denk ik, oh, wat eigenlijk zonde dat ik het al zo snel soort van opgaf. Van nou, dat hardlopen lukt niet meer. En nu kan ik gewoon uh, een halve marathon uh, rennen als het, als het moet. En echt goed tempo ook. Dat ik denk, ja, dat sporten is niet alleen voor mij. Maar ik denk voor iedereen zo belangrijk om je fit en sterk te voelen. En het idee dat je, dat je alles aan kan. En als je pijntjes hebt of je hebt dingen of je denkt je kan het niet. Ik geloof erin dat je het gewoon altijd kan. En nog. Geef ik dit ook al als voorbeeld? Ik dacht ook dat ik nooit meer kon rennen, dramatisch. Ik ben een drama queen. Maar <laughs> ga gewoon door dat je de beste fysio krijgt en weet dat er altijd wel mogelijkheden zijn. Uh, dus nu ik dus weer lekker kan hardlopen en mijn workouts kan doen en helemaal bezig ben met wedstrijden en zo, dat ik echt denk, ja. Dat sport is voor mij heel belangrijk. Wat voor wedstrijden doe je? Ja, het heet High Rocks. Oh, dat. Ja, oh, leuk. Ja, dat is uh, voor de mensen die het niet kennen... het is telkens één kilometer hardlopen, in totaal 8 kilometer. En dan tussen elke kilometer doe je, doe je oefeningen... zoals de sleeduwen, burpees, walballs. Ball dat is helemaal mijn passie geworden. Ik heb afgelopen mei het WK gedaan in, uh, in Engeland. En ik probeer me nu weer te kwalificeren voor het WK 2024. Dus ja, dat is voor mij een hele leuke manier van kracht en van cardio... En dat, uh, dat bevalt maar goed. En dat eigenlijk, denkende, want eigenlijk de meeste mensen met knieblessures, want dat is best wel blessuregevoelig. Ja. En jij doet het gewoon. Ik doe het gewoon, ja. ja dat is, en dat vind ik dus zo mooi eraan. aan. Het, het kan dus gewoon als je maar uh, goed naar je lichaam luistert. En uh, ook weer op tijd rust neemt. En vooral slaap. Ik zeg dat slaap is daar heel erg belangrijk voor je herstel. En natuurlijk met de juiste begeleiding. Uh, personal trainer of fysio. Uh, dus het gaan die klakloos zomaar wat doen. Maar zorg ook gewoon van, als je jezelf fitter en succesvoller wil maken, zorg dan ook met de juiste mensen om je heen. Ik dacht ook altijd dat ik alles alleen kon. Maar je merkt toch dat je een nog betere persoon wordt als je om hulp vraagt. Precies. Dus, uh, ja. En je zegt het net al, fit zijn. Ja. Want wat betekent fit zijn voor jou, zowel fysiek als mentaal? Um, fit zijn, ja, dat is bij mij wel veranderd. Als je mij dit bijvoorbeeld Zes jaar geleden had ik gevraagd, had ik gezegd, een sixpack. Zo strak mogelijk. Um, daar was ik ook echt, ja, ik was een beetje hashtag fitgirl. Ik maakte natuurlijk altijd heel veel selfies en dat liet ik heel erg zien. Ik heb ook bikini fitness gedaan, dus dat was voor mij natuurlijk ook heel erg belangrijk dan hoe je eruit zag. Nee, heb je de wedstrijd gedaan? Ja, dat is echt voor een vorig leven. Maar, oh, vertel. Wat, vertel. Ja, ja, dan moet we hier eigenlijk een fotootje plakken, dan gaat niemand mij herkennen. Um, dat was 2015 tot en met 2016 heb ik bikini fitness gedaan, dus dat is de meest vrouwelijke tak van bodybuilding. Ja. Eigenlijk puur omdat ik met die ochtenden begon, dacht ik, ik wil daar iets aan koppelen. En, een hele toffe challenge. Iets waarvan ik echt denk: wow, ik moet wel uit bed, want ik moet trainen. En toen kwam ik eigenlijk uh, via via bij Bikini Fitness uit. Nou ja, dat is letterlijk met je bikini op het podium staan, uh, met heel veel spreet en op. En zo droog mogelijk met uh, veel spiermassa. En toen dacht ik: ja, dit wil ik doen. Dit, dit, dit gaat mij ervoor zorgen dat ik elke ochtend uit bed moet springen. Dus dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Uh, drie wedstrijden tot de uh, nationale kampioenschappen. Dus dat was heel erg leuk dat ik op mocht. Um, en dat heeft mij dus ook wel laten zien van wauw, dit was toen voor mij fitheid. Je kan alles bereiken wat je maar wil. En voor mij nu fitheid is vooral dat ik me sterker en fitter dan ooit voel. Dus dat ik zo bij wijze van spreken weer even tien kilometer kan rennen. Dat ik dan weer benchpress press met een nieuw record. Dus vooral dat ik me heel erg sterk voel. Daarbij is het ook voor mij belangrijk dat ik er goed uit blijf zien, maar niet meer een six-pack. En hoe droger, hoe beter. Nee, want dat is ook een stukje discipline. Ja. Dat podium ja. op. Mijn... Dus ik heb anderhalf jaar lang op kip, rijst en broccoli geleefd. En nu denk ik, ik ben heel blij met die periode. Omdat ik, ik had zoveel discipline doen. Toen dacht ik, wauw, dit, dit kan ik gewoon. Ik leefde voor bikini fitness. Nu moet ik er niet aan denken om zo strak... Het is letterlijk een strak regime te leven. Ja. Maar ik ben heel dankbaar voor die periode. Ja. ja, ik geloof vooral in gewoon niet stoppen. Don't break the chain. Dat is een hele bekende methode. En het duurt gemiddeld 66 dagen om een nieuwe routine aan te leren. Nou, de meeste mensen stoppen al na een week of na twee dagen. Die zeggen, nou, het is niets voor mij. Maar je moet even de eerste fase door. Als je uh, 66 dagen gedeeld door drie... dan ga je eigenlijk soort van drie fases door. De eerste, ah, het is leuk, want ik wil het... Ik kom op een gegeven moment op het punt, laat maar, ik stop ermee. Maar als je daar overheen gaat, dan merk je: hé, hey, wacht eens even. Ik begin er weer lol in te krijgen. En dat wordt een routine. En voor je het weet, heb je eigenlijk niet door wat je doet. Net zo met auto rijden of met fietsen. Dus het is, het is gewoon letterlijk: doen, doen, doen. En het is niet altijd leuk. Ik geloof er ook niet in dat je altijd gemotiveerd moet zijn. Maar wel dat je gewoon altijd door moet gaan. En als je doorgaat, dan voel je die motivatie wel weer. Ja, en, en kleine stapjes. Als ik met mensen praat over Dirk Good morning, dan staan ze soms de volgende dag en denk ik om vijf uur op. Dan denk ik, ja, dat heb ik nooit gezegd, maar prima. Om vijf uur op, dan gaan ze gelijk een uur sporten. Dan willen ze nog een half uur mediteren, dan willen ze dit en dit nog doen en dan helemaal gezond eten. En dan zegt ze, nou, het is veel te veel werk, ja, dat gaat mij niet lukken. Dan denk ik, ja, dat snap ik. Je denkt gelijk dat je twee, drie uur ochtends in één keer helemaal kan, uh, kan veranderen. Dus ik zeg altijd: begin gewoon met iets kleins. Begin bijvoorbeeld morgenochtend met die 15-seconden-regel. Dus niet met het snoezen. Of begin morgenochtend met misschien wel een kwartiertje sporten of wandelen. Of morgenochtend met journalen, ik zeg maar iets. Maar hoe kleiner je begint, hoe makkelijker het vol te houden is. En dan kan je er steeds meer dingetjes bij doen. En voor mij werkt dus het sport op de vroege morgen. Maar als voor jou. Beter werkt om lekker in je tuin te zitten, om even een soort van, ik zeg maar, wat, te aarde, om, om wakker te worden, is dat ook een fijne manier? Het gaat er vooral om wat kan jij doen om de ochtend voor jezelf te beginnen in plaats van voor je werk, je baas, je opdrachtgever. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Want is het vroege opstaan dan ook voor jou, zeg maar, uh, de formule voor geluk voor jou? Ja, ik denk ja, ja, dat is zonder twijfel. Ja, absoluut. Gewoon, het, ja, het klinkt altijd weer, ik ben allesbehalve spiritueel. Maar gewoon het idee dat de zon weer voor ons opkomt. Dat wij weer de kans hebben om het beste eruit te halen. Dat maakt me iedere keer wel gelukkig. Ja, zeker. En als uh, vandaag of gisteren geen mooie dag was, denk ik, nou, de enige die jou nooit in de steek laat is de zon. Want die komt gewoon weer. Dus uh, no matter what, morgenochtend gewoon weer een nieuwe kans. Een nieuwe dag. <laughs> maar zo is het wel. En wat betekent gelukkig zijn voor jou? Ja, grappig dat je het vraagt. Want de laatste tijd ben ik daar heel erg over aan het nadenken. Wat maakt mij nou gelukkig of wat is geluk? Ik denk vooral doen wat je leuk vindt. En, en uh, leven vanuit je passie. En ja, gewoon eigenlijk alleen maar doen waar jij gelukkig van wordt. En voor mij is dat Dirk Good Morning. En, en elke ochtend te kunnen sporten. En vooral mensen te inspireren. Ik had nooit verwacht dat ik. Um, iets op social media zou doen. Ik dacht, ik ga helemaal groot worden uh, als producer in de tv-wereld. De tofste tv-programma's produceren. Want wat voor programma's deed je? Uh, Holland's Next Topmodel. Uh, hotter Than My Daughter. Uh, veel studioprogramma's. Ja, veel RTL 4, RTL 5-programma's. Wat ook fantastisch was. En dat stukje entertainment, want dat is gewoon entertainment... Ja. dat probeer ik nu ook mee te nemen in Dirk Morning. Het hoeft allemaal niet zo serieus... Vooral mensen laten lachen en energiek uit bed halen en vooral met heel veel enthousiasme. Dat ik dat zelf mag doen, maar ook dat andere mensen zeggen: Dankzij jou sta ik met een lach op. Ja, dat maakt mij wel gelukkig. Ja. Oké, okay, want je hebt natuurlijk je um, community. Ja. Je hebt een boek geschreven. Ook. Een podcast. Ook. Je hebt een journal. Ik heb zelfs een journal. <laughs> yes. Maar wat wil jij bereiken met Dear Good Morning? Um, het zou fantastisch zijn als ik eerst met Nederland begin. Dat heel Nederland een ochtendgekkie wordt. En ik geloof er oprecht in dat dat kan helpen. Uh, dat mensen minder snel in een burn-out raken of overspannen of gestrest raken. Dat we heel veel mentale ziektes kunnen verkleinen door te starten met een hele fijne ochtendroutine. Door het besef: hé, hey, ik mag hier even regie in eigen handen nemen. Ik mag beginnen met me-time. Wat ga ik doen voor mezelf? Lekker naar buiten gaan, uh, lekker bewegen of ja, doen waar jij gelukkig van wordt. Ik denk uh, dat dat eerst mijn doel is. Heel Nederland een ochtendgekkie maken. En dan uh, nou, zo langzaam die flex zo over Europa, over, <laughs> over de wereld. Ja, ik denk dat dat het eerste is. Ja, gewoon steeds meer mensen een ochtendgekkie maken. Ochtendgekkie? Ja. Vind ik leuk. Toch? Ja, ja mensen zeiden eerst hey dat is negatief want je dan ben je een gekkie denk nee dat is toch gewoon leuk gekkie ochtendgekkie ja. toch want ook we moeten het leven ook niet zo serieus nemen nee, dat denk, dat daar klopt. daar heb ik het gewoon een beetje bij laten we gewoon met z'n allen gek doen meer een beetje ook meer als Lankhuis leven als kind en gewoon de ochtend lekker voor jezelf pakken en lekker gek doen dat is eigenlijk een beetje de hele visie missie achter Dirk Good Morning dat is Dirk Good Morning ja maar jij als persoon <laughs> nee. Ik ben Dirk Good Morning. Ja. ja. Wat heb persoon? jij nog ja. meer? Wat heb jij als persoon en Dirk Good Morning? Wat heb, wat, heb, wat heb je nog meer voor ons in pet al? Ja, de grap is, is dat ik dat zo lastig vind. Want als iemand vraagt hoe is het met je, zeg ik nou, Dirk Good Morning, dit en dit. En als iemand nee, hoe is het met jou? Dan, ja. ik dan denk ik, oh wacht eens even, ik ben ook nog Linke. Precies. Um, en de grap is dat vaak mensen geen eens weten hoe ik heet, dat ze gewoon weten, oh Dirk Good Morning. Oh ja. Oh, ze heeft ook nog een echte naam, Linker. Um, ja, ik als persoon, uh, ik merk dat ik daar uh, nou je ja, op dit moment dat heel erg lastig vind. Omdat ik aan de ene kant heel veel dingen leuk vind om te doen, maar daardoor ik heel erg zoekende ben. Um, dus op dit moment zou ik het gewoon niet weten. Ik zou nu allemaal dingen kunnen roepen, maar dat is morgen dan toch weer anders. Dus ik, nu na negen jaar Dirk Morning sta ik een beetje op een kruispunt, op een fijn kruispunt van, wauw, wat is er eigenlijk veel mogelijk? En welke weg, ga ik nu eigenlijk, ja, welke, ja, welke weg ga ik nu insteken? Wat wil ik nu eigenlijk? En dat geeft me ook een fijn gevoel. Ik heb nu een jaar lang tegen mezelf gezegd, ik mag lummelen. Ik mag de tijd nemen om uh, ja, gewoon plezier te hebben. En te kijken waar, wat mijn hart sneller van gaat kloppen. En we zijn nu al in augustus en ik weet het nog steeds niet. Maar ik denk wel dat het vanzelf komt. Ja. Je hebt vast wel iets gehad de afgelopen tijd... waar je hart sneller is van gaan kloppen. Een moment... Uh, ja, nou, dat is misschien heel grappig. Er kwam op een gegeven moment een nieuwsbericht. Ik denk twee maanden terug dat Olga Commandeur ging stoppen bij Nederland in ja, Beweging. Ja, weekend daar niet. Week, ja, dat, nou ja, dan echt schaam je. Echt? Ja. Maar goed, misschien de jongere, jongere doelgroep. En ik zei eigenlijk altijd van jongs af aan wel al, dat wil ik ook gaan doen. Mijn moeder deed altijd mee met Olga Commandeur thuis. Ik zei, nou, dat vind ik zo leuk wat ze doet. En... En toen merkte ik, toen ik dat bericht las... dat er een soort van vuurtje in mij ging branden. Ik dacht, ik wil Olga Commadeur opvolgen. En uh, uiteindelijk heeft ze een andere opvolger. Geen probleem, maar gewoon dat hele proces dat ik, ik ging... Uh, die omroep ging ik bellen. Ik ging al mijn mensen in de tv-wereld... ik moet nu in contact komen, want Nederlandse Beweging moet ik gaan doen. En toen merkte ik, wauw, dit is eigenlijk sinds lange tijd... dat ik weer zo dat vuurtje in mij voelde branden. Dat ik zo graag iets wilde. En dat had ik soms even nodig. En, en gewoon die hele beleving, dat ik zo bezig was met Nederland in beweging. En ook mijn community ging helemaal uh, de regisseurs en LinkedIn helemaal helpen. En aanschrijven. Linken moet de nieuwe Olga worden. Wow, je ja, dat vond ik echt van... Ja, <laughs> ja nee, die, die, die werken gewoon voor mij. Nee, nee, dat, vond ik, dat vond ik een heel fijn gevoel. Toen dacht ik, ja, het is toch wel iets met sport presenteren, mensen in beweging krijgen. Ja. Daar gaat het toch wel een beetje steeds meer naartoe. En vroeg op laten staan. En altijd die ochtend. Ja, ik heb ooit eens de URL Dear Good Evening gekocht. Voor als ik er helemaal klaar mee ben. Maar ik denk dat Dear Good Morning uh, de komende honderd jaar nog wel blijft bestaan. Ja, en de ochtend is natuurlijk ook het leukste moment, vind ik. Omdat je namelijk het moment voor jezelf hebt. Ja. Je hebt niet al die prikkels van buiten. Je moet meteen aanstaan. Oké, okay, ik weet, mijn wekker gaat, ik moet zo werken. Maar ik heb wel eens van als ik even met de hond loop... Oh, even samen met Lina even lopen. Chill. Ja. Nou, dat, dat is het helemaal. Ik zeg ook altijd soort van... je emmertje is nog leeg. Ja. Uh, die mag je gewoon zelf even helemaal vullen. Dus jij legt de bodem. En jij bepaalt dat. En dan gedurende de dag krijg je... nou, uh, mensen die iets minder vrolijk zijn... Uh, telefoontjes, druk, werkstress. Dus het emmertje loopt steeds vol. Nou, hopelijk niet overvol. En dan ga je slapen. Verwerk je alles, is die weer leeg. En jij mag dan elke dag weer dat emmertje soort van vullen. En als je dat zelf doet... Ja, het is een heel mooi emmertje. Dus jee, ja, die ochtend, dat, dat heeft echt iets magisch. Om even terug te halen, wat jij nu net zegt. Soms zat ik dat ook, dan bleef ik dat heel lang... Ja, ook in mijn, in, mijn, in mijn pyjama rondlopen. Ja. Maar ik de hele dag voelde ik me ook gewoon nutteloos... Ja. omdat ik ook gewoon nergens meer zin in had. Ja. En nu, vroeg opstaan, oké, okay, ik ben wakker... en dan opeens heb je die energie om wel dingen aan te pakken. Ja, absoluut. En als sporten of, of dingen ondernemen nog even een te grote stap is. Zeg dan gewoon tegen jezelf: dan ga ik alsnog 15 seconden regel toepassen, maar kleed je aan. Ga tanden poetsen. Neem even een groot glas water. Dat, dat zorgt gewoon letterlijk voor dat je wakker bent. En dat is ook al een goede stap, maar gewoon letterlijk jezelf aanzetten. Dat helpt zo goed. En dan ook zeker in de coronaperiode. Dat mensen letterlijk van bed naar de bank rolden om te werken. Dan denk ik, oh, oh. En toen was toen voelde Dirk Morning helemaal als, als geroepen. Juist. Um, hoe belangrijk dat is om jezelf echt even een goede kickstart te geven. Ja, want jij geeft jezelf ook dus die kickstart door bijvoorbeeld het ijsbad te pakken. Zocht. Ja. Doe je dat elke ochtend? Niet elke ochtend. Want ja, voor de vrouwen met hormonen is het niet handig om dat uh, elke dag te doen. Maar uh, ik probeer het wel regelmatig te doen. ja. Hmm. Ja. En dat is ook als je me dit ook een half jaar geleden had gezegd, gezegd, ga ik nooit doen, ga ik echt nooit doen. Ja, dat ben ik dus. Ja, ja zie me nu. Het is zo'n lekker gevoel. Het is alsof je nou tien espressos achter elkaar op hebt. Het nee, is joh. echt wat een mega gevoel. Ja, dus kom een keer langs. Het is hier de tien minuten vandaan. Spring in mijn ijsbad en dan gaan we het erover hebben. Oh, je Weet voelde. wat je zegt, want ik ga het doen. Ja, ik wil de, het echt een keer doen, want ja, ik leuk. zie soms ook mensen de amstel induiken. Ja, dat vind ik knap, hoor. Nou ja, ben ik ben niet zo'n fan van nee, Amsterdam, want het is echt een... schoon water. Dan krijg je nog de lijken mee. Nee, ja, dat dus vind dat. Ik... Nee, dat vind ik ook helemaal niks. Nee, mijn ijsbad zie je gewoon en dan zit je in je eentje in. En het is echt, uh, echt heel leuk. Oké, okay, ik ga dit doen. 100%. Bij deze? Dan moet ik nog eerder opstaan. Ja. Die ijsbad challenge, die ga ik aanpakken. Leuk. Maar ik heb ook een challenge voor jou. Oké, okay. oh god. Ja? ga je 20 dilemma's voorleggen. Oh jee. En uh, die ga je heel snel antwoorden. Oké. Okay. Ready? Ja. Redactie, klok klaar. Licht aan. Gaan we. Ontspannen of inspannen? Inspannen. Voorbereiden of improviseren? Voorbereiden. Borrelen of slapen? <laughs> slapen. Sporten, mediteren? Sporten. High intensity of low intensity? High intensity. Niet lullen maar poetsen of lief zijn voor jezelf? Niet lullen maar voeten. Leven op duizend calorieën per dag of elke dag 10.000 calorieën eten. Ja, dan elke dag 10.000 calorieën eten. Jeker. <laughs> Push-ups of burpees? Burpees. Red Bull of pre-workout? Red Bulltje, Ja. <laughs> elke ochtend een liter water atten of elke ochtend een bootcamp tussen 4 en 5? Oh, dat is wel heel vroeg. Nee, dan elke dag lekker uh, beginnen met een liter water. Atte, oh wow. ja. Presteren onder druk of rust vinden in de drukte? <laughs> Presteren onder druk. Leven in het moment of een planning maken voor de toekomst? Leven in het moment. Guilty pleasure of healthy food? Ja, allebei toch? Nee. Nou, dan kies ik natuurlijk uiteraard voor healthy food. <laughs> Is dat de eerlijk antwoord? Is nee. dit een eerlijk ik antwoord? Niet, ik, Lincoln, ben niet, ik, ben niet zo, ik ben niet zo goed met mijn eten de laatste tijd. Nee. Dus eerlijk antwoord. Uh, guilty heel te pleasure. Okay, Down to earth of spiritueel? Down to earth. Komt-ie snoezen of in één keer uit bed? Oeh, dat is wel de lastig hoor. Nou ja, toch gewoon één keer uit bed. Social media of een boek lezen? Ik wou dat ik weer boeken ging lezen, maar social media wint het toch altijd. Denken of doen? Doen. Binnensporten of buitensporten? Uh, binnensporten. Zomer of winter? Ja, maakt me niks uit. Zomer. Elke week naar een ander land of nooit meer reizen. Elke week naar een ander land. Ja, die is makkelijk. Oké, okay, nou. Nee, wat zou jou kiezen? <laughs> Bij de laatste? Sowieso reizen, toch? 100%. Nooit meer reizen. Wow, yo, dat, nee, maar dat, dat sterf ik. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Maar ik, ik, uh, ik vind het heel leuk. Ik vind het leuk dat je hier was. Ja, Ik, ik vond het vind ook je energie leuk. ook lekker. Goed zo. Dat is ik heb energie. Nou, fijn. Ja, fijn. Ja. En ik ga die challenge wel. Ik ga, ik, ga, ik, ga hem, ik ga hem gewoon pakken. Leuk. Ik kom gewoon een keer die ijsbad voor jou. Uh, ja. Een keer doen. Ja. En die 15 seconden regel ook nog? Ja, die ga ik sowieso aanpakken. Nou, te gek. En uh, ik ben om. Goed zo. En nou, ik hoop dat de mensen die geluisterd hebben ook iets hebben. Morgenochtend ga ik een hele goede ochtend hebben. Wij gaan allemaal de 15 seconden regelen. We gaan niet meer zo'n mensen. Your good Morning heeft wel. gesproken. Dankjewel. Dankjewel.